Ладно, грамма в красных ваннах. Грамма стиля наша мать. Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Tim en ik ben hier samen met. Stel je voor, alweer. Jeffrey. Zoals in elke video. Vandaag zijn we weer in een verlaten. Museum. Museumachtig iets, ja. En wat voor museum het is, ik weet niet precies. Het is een museum van alles wat, oude spullen in ieder geval. Niet de prehistorie, ik ben jij de naam, niet de middeleeuwen, dat ook weer niet. Nee, dat ook weer niet, maar wel behoorlijk oud. Dit is denk ik de opslagruimte. Hier zit ook een huis aan deze locatie. De huis hebben we al bekeken. Het is een behoorlijke zwerverhuis, zeg maar, waar zwervers wonen. Hier is de keuken. En dan gaan we nu hierheen. Hier is de kelder. En dit was dan het huis. Waar de eigenaar van het museum woonde. Nou, dames en heren, we lopen nu naar het museum zelf toe. En zoals jullie hier zien. Dit is een flinke show. Deze beeld maakt het hier wel meteen een stuk enger. Hier heb je een of andere draaicirkel waar ze vroeger, ik weet niet waarvoor ze het hebben gebruikt, maar hier deze wel iets mee maken. In audio. Hier heb je ook hele ouderwetse telefoons. En dan gingen ze gewoon zo hier aan draaien. En dan konden ze zo bellen. Oh. Staat hier verboden voorwerpen aan te raken. Nou, sorry. Maar ik moest het eventjes laten zien, dames en heren. Nou, nu gaan we naar boven toe. Dames en heren, hier in dit museum vinden we gewoon een serieuze oude wapen. In audio. En schijnbaar, als je dit doet, dan aan de hendel. In audio. Kan je ermee schieten? Toch vet. Dames en heren, je kan wel zien dat het echt vroeger dit allemaal gebeurde, want tegenwoordig hebben we weegschaaltjes die niet meer zo werken natuurlijk. Maar je legt gewoon iets op en dan zie je gewoon cijfers hoeveel het weegt. En zo konden ze wegen hoeveel iets woog met een weegertje. Kijk eens, dit niet, maar zo konden ze dus vroeger het wegen. In audio. In audio.
En dit vind ik dan wel weer een beetje creepy natuurlijk. Het is niet echt creepy, maar als je dan gewoon zomaar in zo'n verlaten locatie gewoon zo in opgezette vogel ziet, roofvogel, dan denk je zo van, wat ja. Het geeft gewoon een klein beetje naar gevoel. En natuurlijk deze wapen, ja, het blijft super vet om dit gewoon te zien. Nou dames en heren, we zijn nog een verdieping hoog gegaan en dit is natuurlijk ook indrukwekkend om te zien. Ja, dit heb ik al trouwens gezien in films, maar waar gebruiken ze dit ook voor? Oh ja, rekenen, ja. Heb ik zelf al meegemaakt. Wel? Ja. Maar toch niet zo'n ouderwets ding? Nee, je hebt toch wel een klein af en toe op basisschool. Ja, oké, okay, ja. Met 10 van die dingen of zo, of 20. En dan hier ook, net zoals in de vorige video, dames en heren, ook weer zo'n enge pop. Ja. En dit, wat is dit dan ook weer? Varken. Ja, maar let net alsof er bloed op zit en alles. Wel vet om dit allemaal te zien hoor. Er zijn ook nog verlaten hondenhok of zo. In ieder geval, ik ben blij dat er nu geen honden in zitten, want als hier nog honden in zaten, dan waren we weggerend. Ja, en hard. Ja, echt wel. Dat ging rennen. We zijn hier nog bij een scheurtje beland. Ik denk echt gewoon dat dit ook gewoon een opslag is of zo. Hier zit wel een trap omhoog, man. We zijn een andere ruimte ingegaan. Maakt het niet uit hoe we erin zijn gekomen. Ik ga even kijken. Zo. Er zit wat creepy uit. En hier staat ook een spannende van bouwwerken, dus waarschijnlijk bij deze. Even boven kijken. Door een bouwbedrijf die ik een plus in het schuur. Zo, hier staat wel echt op instorten, man. De vloer. Zo, allemaal oude klompen. Ambachtelijke museum. Ja. Het is wel een beetje allemaal ambachtelijke vakken. Klompen maken. Ja. Zo, pas wel op hoor, hier met de vloer. Want... Ja, voor de video riskeren we even ons leven, want hier staan wij, daar is de gaten. En daar ook. Hierboven moeten we wel flink uitkijken, dames en heren, want de vloer is hier niet mega goed, zoals je ook net zag, ja. En hier ligt ook weer een of andere pop. Jan houdt de wacht. Teddybeertje op de stoel. Maar dit is echt een beetje alle ambachtelijke vakken die je vroeger had. Zijn dit de benen of wat is dit?
Dat waren de benen van Gerda. Jan zit op het hoekje te wachten. Wel? Nou, dan ga ik even kijken. Och, goh. Jan, goedemiddag. We komen maar even in je huis kijken als dat mag. Hier nog een beetje een oud barretje. Ja. Ik kan me voorstellen dat ik net wel een van die wiebelwiegjes, weet je wel. Nee, dit is echt een beetje een ambachtelijk museum. En een beetje in het huishouden deze plaats hier. Nou dames en heren, dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie het een vette video vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken. En vergeet ook zeker niet op hem te abonneren. En wij gaan een biertje halen bij die vrienden.